We zijn vanmorgen in het Cultuurhuis in Heemskerk en we spreken met Saskia Vroom. Je bent projectleider van de Dagbeweging, een nieuwe vorm van dagbesteding voor mensen met een zorgindicatie. Dat klopt, ja. Afgelopen jaar hebben we subsidie gekregen van de gemeente. Die is aangevraagd door Viva Zorggroep samen met de bibliotheek en het Cultuurhuis. Om een jaar lang in plaats van de gebruikelijke dagbesteding waar mensen bij elkaar komen en activiteiten doen, om het de dagbeweging te noemen. En dat is eigenlijk een manier van wat iets meer uit hun comfortzone te komen. Dus we bieden activiteiten aan die net iets anders zijn dan de gebruikelijke activiteiten. En dat is heel wisselend van discipline. Het kan beeldend zijn. Deze maand starten we met beeldende lessen door Hanna Looyen. Maar het kan ook zijn dansen. We hebben aan april hebben we bij Dance Studio Patty hebben we een activiteit. Op basis van Lindy Hop kunnen ze ook op de stoel meedoen, gaan dansen. En in de maand maart hebben we bijvoorbeeld erfgoed met Annelies Vessies rondom een project van Jean Deutz, een bekende Heemskerker. Dus iedere maand is er een activiteit van 4 keer. En die kan in het Cultuurhuis zijn, maar ook op locatie. Ja, want we zitten hier in het Cultuurhuis. En wat maakt het Cultuurhuis eigenlijk geschikt voor dit soort activiteiten? We zijn eigenlijk een doorstart van een oude muziekschool. We hebben hier lokalen waar muzieklessen gegeven worden. Dus die zijn al ingericht op grotere groepen mensen. En we richten ons als Cultuurhuis ook op verschillende doelgroepen. Dus niet alleen senioren, zoals nu bij Viva Zorggroep, maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen, jongeren met een psychische kwetsbaarheid, scholen. En dit project met de Viva Zorggroep is een nieuwe, zeg maar. Het Cultuurhuis, is dat meteen geschikt voor mensen met een zorgvraag? Nee, we hebben in principe geen aanpassingen moeten doen. Het pand is rolstoel toegankelijk, dus mensen kunnen hier gewoon naar binnen. En dat geldt ook voor de dansstudio waar ze in april naartoe gaan. Daar zit een lift in het pand, dus daar kunnen mensen gewoon naar binnen. En we hebben genoeg hulp. We hebben een gastvrouw die hier assisteert. Dus het kan prima toegankelijk zijn hier voor mensen. Hoe groot zal die groep ongeveer zijn die we vandaag gaan zien? Vandaag zijn het volgens mij 9 à 10 personen. En we zitten natuurlijk ook met de beperkingen qua vervoer. De ruimte heeft beperkingen, maar we zitten ook met busjes die rijden. Dus nu is het ongeveer 10 personen. Mirjam Nachtegaal, je bent projectmedewerker voor het project Dagbeweging. Viva Dagbeweging, een aantal culturele activiteiten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Hoe breed is dit en waarom is het zo belangrijk? Het zijn mensen die naar dagbeweging komen. Dagbesteding vanuit de Viva Zorggroep is dat. Ja, dat is ook een vrij brede groep. Het zijn kwetsbare ouderen. Mensen met niet aangeboren hersenletsel. Daar kan je denken aan mensen die bijvoorbeeld een beroerte hebben gehad of een ongeluk. En ze daarvan of moeten revalideren of niet meer helemaal kunnen meekomen in de maatschappij met bepaalde activiteiten en dingen. En naar een dagbesteding zouden kunnen komen. Activiteiten voor die mensen zijn vaak wat beperkt. Wat voor activiteiten kunnen we hier dan verwachten? Dit is specifiek culturele activiteiten, waarbij ook een docent dat geeft. En wat hier mooi is, is dat we ook hier naar het cultureel centrum toe gaan en naar de bibliotheek. Dus dat maakt ook dat het extra speciaal is. Wat is de rode draad in deze activiteiten voor de groepen? Dat er verbinding ontstaat tussen de mensen. Het zijn mensen van eigenlijk verschillende plekken. He, dus ze komen uit de regio, hier uit de buurt. Maar heel veel mensen die kennen elkaar nog niet. En dat is heel mooi dat er hele mooie gesprekken ook ontstaan tijdens de activiteiten. En het zijn activiteiten die hun heel erg interesseren. He, dus ze komen hier ook echt op inschrijving naar behoeftes en wat ze fijn vinden om te doen. Hoe kunnen deelnemers zich aanmelden of hoe worden deelnemers aangemeld? Nou, in principe is het nu intern binnen de dagbeweging van de Viva dat ze aanmelden bij mij. En dan ga ik kijken hoe we dat gaan regelen met het vervoer. Want er zijn maar natuurlijk een bepaald mensen die mee kunnen doen. En dan worden mensen ook opgehaald om hier naartoe te komen. Als ze niet zelfstandig kunnen komen. Ik kan me voorstellen dat de belemmeringen van mensen soms best wel wat groot zijn. En hoe spelen jullie daarop in? Ja, in principe moeten er eigenlijk geen belemmeringen zijn. Want mensen, als mensen heel graag hier naartoe zouden willen komen, dan moeten we dat eigenlijk mogelijk maken.
Het gebouw is natuurlijk al rolstoelvriendelijk. Ja, ja. Precies. Dus als iemand in een rolstoel gehaald moet worden die niet helemaal in de buurt woont, dan is Stichting Vrijwillig Vervoer Eimond. Dat is een hele fijne samenwerkende partij. Hanna Looijen, kunstenares. Ja, wat kunnen we vandaag van jou verwachten bij deze deelnemers? Ik ga met ze abstract werk maken. Ik ga met ze over design hebben. We gaan bloemen schilderen. Ze krijgen een hele hoop, maar ik bouw het zo op dat ze pas achteraf bedenken van... oh, ik heb bloemen geschilderd, geloof ik. Dus dat, daar hou ik van. Dat ik ze uitdaag om meer te doen dan gewoon een bloemetje schilderen. Want dat is niet wat je normaal doet. Want wat doe je normaal voor werk? Normaliter ben ik een illustrator. Dus normaliter maak ik plaatjes en schilderijen. Het liefst over grappige situaties. Ik vind het heel erg leuk en belangrijk om daarnaast docent te zijn. Want ik ben er heilig van overtuigd dat tekenen ervoor zorgt dat je... meer vertrouwen krijgt in jezelf en dat je de gereedschap hebt om iets te kunnen zeggen over de omgeving. En ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Heb je al vaker gewerkt met groepen en met name dit soort groepen, mensen met een beperking? Nee, nog niet. En ik ging in eerste instantie ervan uit, dacht ik van weet je wat, ik pak allemaal technieken die ze moeten gekend hebben, want dat was vroeger. Maar ze zijn zo ontiegelijk goed bezig dat ik denk nou prima, dat laten we gewoon los en we gaan gewoon voor mooie dingen. En wanneer is voor jou deze middag geslaagd? Of deze ochtend eigenlijk? Mijn ochtend is geslaagd als iemand iets heeft gemaakt waar hij trots op kan zijn.